It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. En vandaag heb ik voor jullie een nieuwe video, namelijk een question and answer. Maar eerst op de achtergrond gameplay zien jullie een van mijn beste B-scores ooit gehaald. Want het is een 81-1 of 83-1 gameplay met daarin ook bijna een dubbel nucleair. Ik heb één nucleair sowieso, de tweede nucleair haal ik misschien, dan moet je maar even kijken. Maar het is vandaag een Q&A, dus laten we gewoon gaan beginnen met de allereerste vraag. Deze vraag komt van Twitter. En van TweeDeck dus. En de allereerste vraag is van Phoenixie, oftewel Tom. Hij vraagt Q&A. 1. Je beste vriend qua YouTube. Dat is denk ik wel Rubens, Sam en jij. Want Rubens en Sam zit ik mee in de community. En ja, dat is toch wel ook wel chill. En jij gewoon simpelweg omdat ik jou van Skype ken. En ja. Jij bent ook gewoon een goede maat van mij, dus ja. En de tweede vraag is van hem. Als je iets mocht wensen, wat zou het dan zijn? Meer wensen. 3. Zou je 100.000 weergave of 10.000 subs? Geef maar 10.000 subs. Want daar ben ik dan denk ik wel wat blij mee dan die weergave. Want ja, weergave, daar verdien je alleen maar geld mee. En dat kan ik nu ook al halen, maar 10.000 is toch wel wat mooier. Gaan we door naar de volgende vraag. Die is van iProBees. Hij vraagt, Kine, wat zou je doen als je gaat stoppen met YouTube? PS, je bent baas. Ik ben sowieso niet van plan om te gaan stoppen met YouTube. Dus ik zou ook niet weten wat ik daarna zou gaan doen. Ik zou sowieso door blijven gamen, denk ik. Maar het mooiste is natuurlijk blijven gamen. En jouw hobby, wat gamen dus is, te filmen en online te zetten. En weer gaaf te worden, een klein centje mee te verdienen, want ja, ik verdien geld met YouTube. En beroemd te worden. Dat is mijn antwoord op deze vraag. De volgende vraag is van Daniel, oftewel DG77. Hij vraagt, Kine, waarom ben je zo baas? Man? Waarom ben ik zo baas? Ik weet het niet. Ik weet niet waarom ik baas ben. Misschien ben jij mijn baas, misschien ben een ander mijn juiste sukkel. Ik weet het niet, maar dankjewel dat jij mijn baas bent in ieder geval. De volgende vraag is van, ik weet zijn naam niet. Zijn Twitternaam is Antoos of zoiets. Ik weet je naam niet. Hij vraagt 010 of 020. 010 is natuurlijk Rotterdam, 020 is Amsterdam. Maakt mij niet uit, dus ik ga gewoon voor 070. Waar ik natuurlijk woon, dat is Den Haag. Dus ik kies voor 070. De volgende vraag, die is van Mike. Mini3 Gaming. En even kijken, ik ben de vraag kwijt. Hij vraagt. Even kijken. Kine, zou je liever 1 miljoen euro hebben en geen familie? Of arm zijn en een familie hebben? Dat is echt een fucking goede vraag. Want liever 1 miljoen euro willen hebben of geen familie en arm zijn. Ik denk dat ik dan toch liever mijn familie heb, want als jij met je familie gaat werken, verdien je geld. Dus dan ben je niet meer arm. En dan heb je wel 1 miljoen euro, maar heb je geen familie meer, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus, moeilijke vraag is dit, maar ja, ik kies natuurlijk wel voor mijn familie, maar het is wel zo'n doorlenkvraag als je begrijpt wat ik bedoel. Maar, ja, ik vind het wel een ik vind het wel eigenlijk een goede vraag. De volgende vraag is van Luke, oftewel Jaren Army Kuliwili. Hij vraagt, Kine, is het een vraag? Dat weet ik niet. En zijn tweede vraag is, heb je een vriendin? En dat hou ik liever privé, want dat heb ik niet echt met YouTube te maken. Misschien heb je de video met Nina gezien. En je kan zelf kijken wat je daarmee denkt. Als je denkt dat mijn vriendin is, misschien is het wel zo. En ja, misschien is het niet zo. Ja, je kan je eigen dingen natuurlijk daarin opbrengen. Dus ja. De volgende vraag, die is van Matthew. Wat zou je doen als Al-Qaeda naar Nederland komt? Wat zou ik doen als Al-Qaeda naar Nederland komt?
Wat ik zou doen. Ik weet het niet. Wat ik zou doen als Al-Qaeda naar Nederland komt. Ik weet niet, want je kan niet zo heel veel doen eigenlijk, denk ik. Want, ja, ik weet niet wat ze in Nederland willen gaan doen eigenlijk. Wat zou. Ja. Ik denk dat ik gewoon binnen zou blijven en ze niet al te veel lastig zou vallen. Ik denk dat dat een goede benoeming is. Ik weet het niet zeker, maar ik weet niet wat jij zou doen. Laat het even anders in deze Q&A achter. En ja, ik zou denk ik gewoon lekker binnen blijven en niet te veel in de weg zitten, want wie weet wat ze anders met je gaan doen. En ja, je ziet dan natuurlijk wel eens op het nieuws en op internet wat IS natuurlijk doet. Of ISIS, ik weet even niet hoe het heet hoor. Ik bemoei er niet te veel mee. Het zijn wel af en toe rare filmpjes van mensen die onthoofd worden of zo. Maar, weet je, hun hebben misschien ook wel weer een reden waarom ze dat doen. En ja, zolang ze maar niks met Nederland doen, zou ik het wel goed vinden. De volgende vraag is van Sertan en hij vraagt: Q&A, voor welke kotclan ben je? Dan denk ik dat hij bedoelt Face, Optic, Team Kaliber. Dat soort dingen. Ik vind het altijd wel leuk om Optic te zien gamen. Om te zien spelen. En Face Red vind ik ook wel altijd leuk. En ik weet niet of jullie het al weten. Maar er is pas is er ook een Nederlander is Face Clan gejoind. Namelijk. Weet je dat? Face Ruler is voor het eerst in op de PlayStation. Hij game nu op Xbox hoor. Maar hij is op. In Face toegelaten terwijl hij Nederlands was. En dat is natuurlijk fucking sick. Voor een Nederlander zelf. En ja. Dan hebben we hier de laatste vraag. En die is van Daan. Oftewel Clearly JT. Hij vraagt: hoe oud was je toen je voor het eerst hebt geneukt? En wie weet heb ik het gedaan. Wie weet heb ik het niet gedaan. Dan hou ik ook gewoon lekker privé. En als ik het heb gedaan. Dan zou ik het natuurlijk niet aan iedereen open en bloot gaan vertellen. Maar ik denk dat je er wel van uit kan gaan dat ik het nog niet heb gedaan. Hoor. Dus niet te veel gekke ideetjes krijgen gedaan. Maar zoals jullie denk ik wel hebben gezien, ben ik op dit moment door mijn vragen heen. En ja, ik wil daarom ook heel eventjes met jullie gaan hebben over natuurlijk de achtergrond gameplay. Want ik speelde daar met de A94 met een silencer en een adjustable stock. En het is echt gewoon één zieke gameplay jongens. Ik zweer het je. Ik stond, toen ik dit potje aan het spelen was, dacht ik zelf ook van what the fuck, dit is niet gezond. Maar ik haal ook bijna een killtje in het potje geloof ik. Het was een mega kill wat ik uiteindelijk had. En ja, het is gewoon ongelooflijk. Dit is echt een van mijn beste potjes die ik ooit in mijn leven heb gehaald gewoon. Maar de Q&A zit er weer op vandaag. Dus, mocht je genoten hebben van deze video, laat alsjeblieft een blauw duimpje omhoog achter. En dan hoop ik jullie ook te zien bij een van de volgende video's. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later.